Hallo allemaal, ik ben Hedwig Niels. Ik hoop dat jullie mij intussen hebben zien live gaan. Ik had juist contact met het expertisecentrum De Kraamvogel, Kraamzorg De Kraamvogel, en zij bevestigden me dat alles goed ging. Nu liep het eventjes terug mis. Dus moest er iemand even een reactie kunnen sturen, indien jullie dit horen, mag je altijd, dan zie ik de reacties binnenkomen. Welkom allemaal, ik ben Hedwig Niels, ik ben bekkenbodemkinesitherapeut en werk in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen en ook aan de Universiteit van Antwerpen als postdoctoraal onderzoeker. Wat wil dat allemaal zeggen? Eventjes terug in het verleden gaan. Ik ben afgestudeerd als kinesist in 2007 en ben dan in een praktijk beginnen werken. Werkte daar supergraag als manueel kinesitherapeut. Maar meer en meer interesse begon uit te gaan naar de vrouwelijke gezondheidszorg, die toch nog wel een stuk verschillend is. Een vrouw is toch nog anders als een man. En vooral alles wat te maken had met die women's health en die bekkenbodem en die perinatale periode, vond ik superboeiend. Dus ik ben mij verder gaan specialiseren in perinatale kinesitherapie en bekkenbodemreeducatie, wordt dat genoemd. Ik ga het dadelijk nog verder toelichten. En ik heb dan ook de kans gekregen om daar een doctoraatstudie over te doen aan de Universiteit van Antwerpen. En dat is misschien een mooie manier om te starten, want een van de eerste projecten binnen mijn doctoraat, of een van de eerste onderzoeken binnen mijn doctoraatstudie, was: wat weten vrouwen eigenlijk over de bekkenbodem? En misschien is dat wel het boeiendste om hier vandaag ook aan jullie nog eens eventjes verder toe te lichten. Want uit die studies bleek dat vrouwen van jonge leeftijd, van middelbare leeftijd en van oudere leeftijd, dat eigenlijk alle Belgische vrouwen zeiden van: wat die bekkenbodem, wat je daar juist mee bedoelt, of waar die juist ligt, of wat daar juist de functies van zijn, dat weten we eigenlijk niet exact, maar we zijn wel geïnteresseerd om er meer over te weten. Wel, zeker op een website als dit, of op een platform als dit, van Kraamzorg De Kraamvogel, is het heel belangrijk om dat toch eventjes toe te lichten. Want vrouwen die zwanger zijn, of vrouwen die bevallen zijn, die hebben een vergroot risico op problemen binnen de bekkenbodem. Even terugschakelen, bekkenbodem. Wat is dan bekkenbodem? Heel belangrijk om te weten is: ik zit nu omwille van de COVID-periode eventjes van thuis uit voor deze consultatie, niet in het ziekenhuis met de anatomische modellen, maar ben er zeker van dat jullie bij jullie specifieke kinesitherapeuten die informatie nog wel met een model zullen kunnen krijgen. Wat is belangrijk om te weten? We hebben een beenderig bekken. We hebben twee bekkenkammen die je van voor voelt samenkomen in je schaambeen. Het harde bot onderaan je bovenlichaam dat je voelt. Je schaambeen van voor. Dat bekken kantelt, of dat bekken heeft twee grote kammen naar de achterkant en sluit dan op de achterkant en maakt gewricht met een tussenliggend sacrum. Dus we hebben een beenderige kring, wat dat ons bekken eigenlijk is. Een hele stevige beenderige structuur met een gewricht van voor, ter hoogte van je schaambeen, en twee gewrichten van achter, die typische knobbeltjes die je zo soms wel wat kan voelen in je lage rug, dat zijn ook bekkengewrichten. Dat bekken is een enorm stevige, beenderige kom. Zie het een klein beetje als een trechter. Maar belangrijk om te weten is dat de onderkant van dat beenderig bekken een grote opening is. En om die opening af te sluiten, hebben we dus onze bekkenbodem. Onze bekkenbodem bestaat dus voornamelijk uit spieren en ook een stuk uit bindweefsel, uit ligamenten en fascia. Maar de bekkenbodem is dus als een soort van trampoline of een soort van hangmat die opgespannen hangt aan de onderkant van dat bekken om dat bekken af te sluiten. En dat brengt mij ineens tot: wat zijn de functies? Waarom hebben we een bekkenbodem? Waarom dient die bekkenbodem? Wel, eerste heel belangrijke en meest gekende functie van de bekkenbodem is natuurlijk sluitspier zijn. Zorgen dat we met die spieren pipi en ook kaka of vincjes kunnen ophouden. Als je die spieren bewust gaat dichtknijpen, kan je daarmee pipi en kaka ophouden. Of tegenovergestelde, als je op het toilet bewust loslaat, kan je daarmee je plas of je stoelgang ook naar buiten laten komen, laten lopen. Heel belangrijk, die sluit- en openende functie. Maar een tweede heel belangrijke functie wordt misschien al duidelijk door hoe ik het was aan het uitleggen. Die bekkenbodem heeft ook een heel belangrijke ondersteunende functie. Die zit daar aan de onderkant van jouw lichaam en is gans de dag door, zelfs als je ligt, zelfs als je in een horizontale positie bent, is die bekkenbodem mee aan het werken aan het ondersteunen van de bekkenorganen die je in je kleine bekken hebt. Van voor
de blaas komt de baarmoeder te liggen. En langs de achterkant, meer tegen je rug aan, lopen je darmen naar beneden. Dus je blaas, je baarmoeder en je darmen worden mee ondersteund door die bekkenbodem. En doordat die bekkenbodem daar als een soort van trampoline gespannen zit in je bekken, weten we ook dat die een belangrijke rol speelt in de totale stabiliteit van ons lichaam. Ons lichaam bestaat uit bot en spieren, dus uw totale core stability, uw basisstabiliteit, uw corsetstabiliteit van uw lichaam wordt enerzijds gemaakt door buikspieren, rugspieren, een groot diafragma, een ademhalingsspier, maar langs de onderkant ook door de bekkenbodemspieren. Heel belangrijk om te weten. En laatste, zeker niet onbelangrijke functie, is dat de bekkenbodemspieren ook meespelen in de seksuele functie of de seksuele beleving van een vrouw. Dus die vier functies van de bekkenbodem zijn heel belangrijk. Wel, zeker als ik u heb uitgelegd wat die steunfunctie is, dan denk ik dat het voor zich spreekt dat je tijdens een zwangerschap die steunende functie enorm belast. Je zwangerschap begint te groeien in je buik direct wel een stukje uit, je buikspieren rekken wel een stukje uit en die gaan meer aan de zijkant van je buikvlies komen liggen eigenlijk. Maar het is uiteindelijk die echte bekkenbodem, het is niet die zwangere buik die je kindje en je zwangerschap draagt, maar het is die echte bekkenbodem die continu dag in dag uit die drukken mee ondersteunt, mee opvangt en mee draagt. En ook een moeilijkere job begint te krijgen om die pipi en die kaka op te houden. Iets wat je misschien wel gemerkt hebt, je moet vaak tijdens een zwangerschap veel frequenter pipi gaan doen, omdat je baarmoeder en je zwangerschap dus eigenlijk drukt op je blaas. Maar die bekkenbodemspieren moeten dus ook wel meer moeite doen om die plas dan goed te kunnen ophouden. Hetzelfde geldt voor stoelgang en voor winches. Bekkenbodemspieren moeten veel meer moeite doen om al hun functies juist te blijven doen en voor die juiste stabiliteit en ondersteuning te blijven zorgen. Dus een zwangerschap op zich is best al wel een zware job voor die bekkenbodem. Laat staan dan over te gaan natuurlijk naar de bevalling. Als je denkt aan een vaginale bevalling, dan denk ik dat ik er geen model of geen tekening voor nodig heb. Je weet dat die bekkenbodem langs de onderkant serieus gaat uitrekken als er een vaginale bevalling mogelijk is. In sommige gevallen is het zelfs nodig dat die bekkenbodem ook een klein beetje wordt ingeknipt om meer ruimte te creëren. Of in sommige gevallen zal een vrouw zelfs een beetje inscheuren. In ieder geval, bij elke bevallen vrouw die vaginaal bevallen is, die een vaginale partus heeft gehad, dus vaginale bevalling heeft gehad, weten we dat die bekkenbodem serieus is uitgerokken. En dat voelt niet aangenaam. Dat weten de pasbevallen mama's onder jullie zeker allemaal. Hè? Als ik zelfs hier begin te joggen en mijn enkel zou verzwikken en ik rek daar al mijn spieren en mijn ligamenten uit, dan loop ik de dag daarna ook met een dikke blauwe enkel rond. Mijn enkel is gezwollen, mijn ligamenten en mijn spieren die uitgerokken zijn, die zouden pijn doen. Wel, als pasbevallen mama voel je dat net ook daar in die intieme zone, in die bekkenbodemzone. Je hebt daar een serieuze uitrekking gehad, je hebt daar sowieso wel wat spierschade. Kan heel fel aanvoelen als een dikke, dikke blauwe plek. Kan goed zijn dat die zone serieus gezwollen staat. En het kan ook zijn dat daardoor die bekkenbodemspieren minder goed hun functie kunnen uitvoeren. Minder krachtig zijn misschien. Misschien minder goed je pipi of je windjes of je kaka kunnen ophouden. Of op termijn, als we denken aan een langere periode en je begint terug seksuele betrekkingen te hebben, heb je misschien het gebruik van die spieren niet meer helemaal onder controle of niet meer helemaal juist onder controle, waardoor je misschien pijnklachten creëert doordat je je spieren een beetje verkeerd zou gebruiken. Dus al die dingen zijn ontzettend belangrijk. Dat brengt me dus ook tot het misschien nog eens herhalen van wat bekkenbodemproblemen zijn. Dus als we weten dat die bekkenbodem niet in topconditie of niet in zijn ideale status is, dan kan dat leiden tot problemen. Het meest bekende, meest besproken probleem is urineverlies. Het niet goed kunnen ophouden van je plas, onvrijwillig verlies van urine, van pipi, dus windjes, accidentjes, kleine ongelukjes, waardoor je broekje nat wordt. Maar even goed bijvoorbeeld het niet goed kunnen ophouden van windjes, als jij zelf zou denken van, het is op dit moment niet gepast, maar ik heb er echt geen controle over. Of bijvoorbeeld het niet goed kunnen ophouden van vaste stoelgang of lopende stoelgang. Of het tegenovergestelde, het gevoel hebben dat je je stoelgang gewoon niet goed naar buiten gedrukt krijgt. Dat er precies moeite is om die stoelgang echt naar beneden te krijgen. Dat kan een probleem zijn. Andere vrouwen hebben dan misschien meer een probleem van constipatie. Ze zeggen, ik voel zelfs niet in de stoelgang komen. Ik blijf zitten, ik raak meer opgeblazen. Ik kom er niet echt toe
om genoeg stoelgang te maken. En als ik daar al toe kom, dan gaat het gepaard met veel buikpijn en andere klachten. Ik heb veel harde stoelgang. Dat zijn ook typische problemen. Maar dus zoals ik er juist al zei, ook pijnklachten tijdens seksuele betrekkingen of pijnklachten in die zone algemeen zouden kunnen voorkomen. Vaginale windjes is ook iets wat kan voorkomen als er problemen voordoen in die bekkenbodem of die je daar kan ervaren. Dus het gevoel dat je een protje laat, maar dat dat niet langs je poep naar achter komt, naar buiten komt, maar eigenlijk een vaginaal protje is. Heel veel verschillende dingen kunnen zich dus eigenlijk voordoen. En dat zijn die typische bekkenbodemproblemen. Nu, ik ben begonnen vanuit mijn persoonlijke verhaal, hoe ik tot deze informatie ben gekomen, waarom we dat zijn beginnen opzoeken, waarom het zo belangrijk is om jullie die informatie te geven. Want daar kom ik dan graag nu ook op terug. We merken dus echt dat vrouwen eigenlijk deze informatie heel weinig horen. Eerst en vooral weten ze al dus niet goed wat die bekkenbodem juist is, waar dat die juist zit en waarvoor die dient. Ik hoop dat ik dat al een klein beetje duidelijker heb kunnen maken. Anderzijds weten ze vaak ook niet van wat is normaal en wat is abnormaal. En om heel eerlijk te zijn, daar kan je heel moeilijk globale lijnen over uitschrijven. Maar net daarom is het zo belangrijk om te weten dat als je ergens problemen ervaart of bekkenbodemproblemen hebt, zoals al die dingen die ik juist opnoemde, wees daarover niet beschaamd, voel daarover niet te veel taboe, maar probeer er net over te praten. Het is zo belangrijk dat we de boodschap meer verspreiden, zodat je dat elke vrouw eigenlijk beseft van die problemen, die horen er soms in een eerste situatie wel bij, in die zin dat heel veel vrouwen daar last van hebben. We weten bijvoorbeeld dat meer dan de helft van de zwangere vrouwen bijvoorbeeld last heeft van urineverlies. En dat 1 op 3 van de vrouwen daar nadat ze kindjes heeft gekregen, zelfs men blijft sukkelen of last van blijft hebben. 1 op 8 van de vrouwen heeft klachten van dat niet goed kunnen ophouden van die windjes of stoelgangsverlies. Dus dat is best wel veel. Als je denkt aan al je vriendinnen die mama's zijn, dat er 1 op 8 van die vrouwen daar ook echt wel problemen mee heeft. Dus voel je zeker niet alleen. En we weten ook dat de mindere ondersteuning van die blaas en die baarmoeder en die darmen ook soms voor een probleem kan beginnen zorgen. En dat dat echt verandert bij minstens de helft van de vrouwen die ooit zwanger zijn geweest of bevallen zijn geweest. Want hier kom ik ook op een belangrijk punt. Ik spreek zeker niet alleen tegen vrouwen die een vaginale bevalling hebben gehad. Het gaat evengoed over vrouwen die een keizersnede hebben gehad. Want zoals ik er net al uitlegde, zijn vrouwen die een keizersnede hebben gehad, hebben die ook een hele zware job moeten doen met die bekkenbodem. Die hebben ook die 9 maanden, of soms in de gevallen dat je jammer genoeg die 9 maanden hebt kunnen voldragen, een kortere periode, maar in ieder geval iedere zwangerschap ondersteunen, iedere zwangerschap doormaken, is al een zekere belasting op die bekkenbodem die je zeker niet mag onderschatten. Dus wat kan je daar nu aan doen? Ja, sowieso kan je preventief uit voorzorg oefeningen gaan doen. Of je nu klachten hebt of niet, het is wetenschappelijk heel duidelijk bewezen dat het nut heeft om die bekkenbodemspieren regelmatig op te spannen en terug los te laten. Iets wat je heel eenvoudig zelf kan doen, maar langs de andere kant weten we ook wel uit onderzoek dat bijna de helft van de vrouwen, als ze daar nooit echt een duidelijke uitleg over heeft gekregen of als ze daar nooit echt op gecontroleerd is geweest of ze het juist doen, bepaalde foutieve manieren gebruikt om die bekkenbodem op te spannen. Belangrijk om te weten is dat bekkenbodemspieroefeningen niet wilt zeggen kantelen met je bekken. Bekkenbodemspieren wilt zeggen dat je eigenlijk, als je even focust en je zou enkel en alleen die bekkenbodemspieren willen opspannen, dan zou je het gevoel moeten creëren van alsof je nu dringend pipi of een windje zou ophouden en rustig terug loslaat. Of zoals sommige mensen zeggen, alsof je een blauwe bes zou oppikken met je vagina en naar binnen zou trekken. Of een tampon naar binnen zou trekken. Zoiets, iets het gevoel van alsof je de schaamlippen sluit en naar binnen toe trekt. Het is een sluitende en een liftende beweging. Dat is wat die bekkenbodemtrampoline daar aan de onderkant eigenlijk veroorzaakt als je die echt bewust opspant. Dus regelmatig die spieren eens goed krachtig opspannen en rustig terug loslaten, is voor elke vrouw van elke leeftijd aan te raden en heel goed. Afhankelijk van wat jouw specifieke problemen zijn, kan het nodig zijn om meer te gaan werken naar krachtopbouw, krachtiger, meer, intensiever, of bijvoorbeeld naar een uithoudingsprobleem toe, het langer gaan proberen aanhouden van bepaalde spieroefeningen.
Of bij sommige vrouwen merken we dat er juist veel kracht is en veel uithouding. Maar als ze die bekkenbodem continu als een soort van betonnen plaat opgespannen houden, en ook dat willen we niet, dus dan is het ook heel belangrijk om die bekkenbodemspieren te leren loslaten en te laten ontspannen. Dus bij sommige vrouwen ga je in de andere richting oefeningen adviseren en aanraden. Dus echt globaal een oefenschema hier op een Facebook Live gaan proclameren of verkondigen, is denk ik niet het beste idee. Het is vooral heel belangrijk dat je iemand zoekt die je daar hele goede informatie over kan geven. Want elke vrouw en elk lichaam is anders. Je hebt ongetwijfeld je zwangerschap anders gedragen, je bevalling zal anders geweest zijn. Het is zo belangrijk om goede persoonlijke informatie te krijgen. Dus vooral u niet beschaamd te voelen rond die problemen, maar er iemand over te zoeken die u daar gewoon in kan helpen. Of je nu problemen hebt, of je hebt geen problemen. Voor alle vrouwen kan het helpen. Om problemen te voorkomen, kan het heel nuttig zijn om eens een keer een bekkenbodemonderzoek te laten doen, om eens instructies te krijgen en om oefeningen te doen. Om verdere problemen later in je leven te vermijden. Maar ook voor vrouwen waarvan we dus weten dat die al problemen hebben, is het super belangrijk dat je iemand, bij iemand goed terecht kan komen die je kan coachen. Wil dat zeggen dat je 30 kinesessies overal moet gaan volgen? Nee, voor veel vrouwen zal dat niet nodig zijn. Informatie krijgen, uitleg krijgen en je eigen lichaam leren begrijpen is denk ik al de belangrijkste stap voorwaarts. En om heel eerlijk te zijn, moeten we dan ook wel toegeven dat er sommige vrouwen zijn waarbij dat we de problemen niet meer kunnen voorkomen. De problemen zijn er al. De problemen soms ook niet echt goed kunnen opvangen, met bijvoorbeeld oefeningen of kinesiotherapie. En die vrouwen moeten dan echt ook wel goede hulp vinden om verder geholpen te kunnen worden en terug een beetje hun vrouwelijkheid en hun levenskwaliteit daarin terug kunnen vinden. Want als je met die bekkenbodemproblemen echt ernstig kampt en je hebt daar serieuze problemen rond, zijn dat echt problemen die een heel belangrijke impact hebben op je eigen psychosociale gevoelens. Hè? Dus op je eigen psyche, op je gevoelens, op je vrouwelijkheid, op je zelfvertrouwen. Dus we weten absoluut, ook op je seksuele beleving bijvoorbeeld, we weten dat het absoluut belangrijk is voor jou als vrouw om je daar beter en versterkt in te voelen. Wanneer, misschien een belangrijke vraag in deze groep, wanneer mag je oefenen? Wel, tijdens een zwangerschap kan je altijd oefeningen doen. Een typische vraag die we veel krijgen is van, ja, maar als ik die bekkenbodemspieren te veel opspan, worden die dan niet te sterk en worden die dan niet te stram, zodat ik uiteindelijk moeilijker ga kunnen bevallen tijdens een vaginale bevalling. En vroeger werd dat misschien ook wel eens gezegd van, ze was te strak om te kunnen bevallen. En misschien is dat nog wel zo. Inderdaad, een van de vroedvrouwen van het USA vorige week had daar een mooie uitspraak over op onze Facebookgroep van de Pelvic Floor. Vaak merken de vroedvrouwen inderdaad wel, de vroedvrouwen en de gynaecologen, dat je tijdens je zwangerschap, tijdens je bevalling zelf, je bekkenbodemspieren misschien onvoldoende ontspant. Maar dat ligt niet aan het feit van dat je te veel geoefend hebt. Dat ligt aan het feit van dat je verkeerd geoefend hebt en niet genoeg de spieren echt onder controle hebt gekregen. En pas op, dan nog, zo eenvoudig is het niet. Voel je nooit schuldig als je die opmerking hebt gekregen. Sommige vrouwen hebben moeite om echt controle daarover te krijgen en echt controle te krijgen over het loslaten. Want tijdens de bevalling is het natuurlijk ontzettend belangrijk, tijdens een vaginale bevalling, dat je die bekkenbodem leert ontspannen en voldoende leert loslaten. Dus mag je oefenen tijdens een zwangerschap? Mag je je spieren versterken tijdens een zwangerschap? Ja, absoluut. Maar met voldoende aandacht om ook controle te hebben over dat loslaten en dat ontspannen. En dat zijn dingen die je best toch ook eens een keertje laat controleren. Zeker als je twijfelt of je daar wel op het juiste pad zit. Zoek daarover dan toch hulp. Zoek daarover dan toch expertise. Bij wie moet je dan expertise gaan zoeken? Waarover ik er juist sprak, als ik begon uit te leggen hoe ik tot mijn huidige expertise gekomen ben, dan hoorden jullie dat ik zelf kinesiotherapeut ben. Bekkenbodemreeducatie wil eigenlijk zeggen dat je gespecialiseerd bent in zowel het educeren, zoals we nu aan het doen zijn, lesgeven, uitleggen over hoe ons lichaam effectief werkt. En anderzijds bij vrouwen
vrouwen goed kunnen onderzoeken om na te gaan waar die bekkenbodemfuncties, de werking van die bekkenbodem misschien ergens een stukje misloopt. En daar een stukje in te gaan veranderen door oefeningen te geven, door adviezen te geven, tips te geven, etc. Dus voor bekkenbodemproblemen, voor bekkenbodemeducatie en re-educatie kan je zeker terecht bij een gespecialiseerde kinesist in perinatale kinesietherapie en bekkenbodemre-educatie. In België kan je daarvoor de adressen, en dan denk ik dat ik dat hier in de zijbalk kan schrijven, kan je daarvoor erkende bekkenbodemkinesietherapeuten zoeken op www.bicap.be en ook op www.axon.be, dat is de erkende kinesietherapie. Associatie, dan moet je wel een beetje doorklikken naar de uiteindelijke specialisatie. Langs de andere kant hoorde je ook al dat ik met veel fierheid kon vertellen dat ik werk in het UZA, dus in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, en aan de Universiteit van Antwerpen. En door de Universiteit van Antwerpen hebben we een project goedgekeurd gekregen, of we hebben de kans gekregen om een project uit te schrijven, en dat is de pelvic floor. Want de pelvic floor is de Engelse verwoording voor de bekkenbodem. En ons project noemt pelvic floor welkom op de vloer. Het allerbelangrijkste daar, van die website, is dit hele verhaal brengen. De gewaarwording over bekkenbodemproblemen verbeteren. Dus vandaar dat we de populaire hashtags proberen gebruiken. Raising awareness. Breaking taboo. We moeten proberen gewoon die boodschap naar buiten te krijgen. Zodat mensen weten wat de bekkenbodem is, dat er bekkenbodemproblemen kunnen zijn, maar dat daar ook oplossingen voor bestaan. De bedoeling van de pelvic floor, ik schrijf hier ondertussen het adres, depelvicfloor.be. Je zal ook zien dat we met de pelvic floor een Facebook- en een Instagram-pagina hebben. De bedoeling is dus echt om een digitaal platform te zijn met in eerste instantie hapklare informatie, dus informatie die begrijpbaar is, maar die ook op een boeiende, aantrekkelijke manier gebracht wordt. Ja, dus er bestaan heel veel websites met gedetailleerde informatie over wat voor soort onderzoeken er kunnen gebeurd worden, wat pathologische termen zijn. Dan hoor je het misschien al in Keulen donderen, maar daarmee bedoel ik dus wat ziekteterminologie eigenlijk is, wat verwoordingen zijn, zoals defecatie, problemen, prolaps, pelvic organ prolaps, orgaanverzakkingen, een cystocele, een rectocele. Je komt op de meest gedetailleerde websites misschien ergens terecht, maar wij willen het insteken op die eerste informatie. Heel simpelweg, wat is de bekkenbodem en wat zijn bekkenbodemproblemen? Toegankelijke informatie. Wil je meer gedetailleerde informatie zoeken, dan vind je dat in onze vak en onze links op de pelvic floor zeker terug. De bedoeling is ook om de pelvic floor dynamisch te maken, een beetje campagnematig op te bouwen, zodat we meer en meer regelmatig nog eens terug dat lichtje doen branden van die bekkenbodemproblemen. Dat is niet iets dat weinig voorkomt. Bekkenbodemproblemen komen heel veel voor, maar het is nooit echt normaal. Dus we willen jullie helpen als er bekkenbodemproblemen zijn. Dus daarom gaan we het een beetje campagnematiger proberen opbouwen. Regelmatig blogs schrijven met meer informatie. Er staan er al enkele nu online. En we hopen ook meer blogs in de komende weken online te brengen. En heel belangrijk ook, we willen met dat platform ook kans bieden om uw verhaal te komen vertellen en om verhalen van andere vrouwen met bekkenbodemproblemen of zonder bekkenbodemproblemen, maar die wel geïnteresseerd zijn in de bekkenbodem, te kunnen lezen. Dus er staan ook een heleboel getuigenissen op die misschien wel heel boeiend kunnen zijn om eens te lezen. We willen geen vrouwen afschrikken, we willen geen dramatisch verhaal rond de bekkenbodem ophangen. We willen net goede en eerlijke informatie geven om vrouwen te empoweren of te bekrachtigen, zodat ze gewoon hun eigen lichaam veel beter begrijpen, er beter over kunnen praten. En dus ook de juiste hulp kunnen zoeken als het nodig is. En dan denk ik dat ik het belangrijkste eerste verhaal dat ik wou vertellen al wel gebracht heb. Als er vragen zijn, mogen jullie die zeker stellen. Dan zie ik die hier komen op het scherm. Misschien belangrijk, ik denk ondertussen, ik ben beginnen vertellen wanneer mag je oefenen. Ik heb het over de zwangerschap gehad, maar ik heb het nog niet over de bevalling gehad en na de bevalling. Wel, je mag onmiddellijk na een bevalling, of je nu vaginaal bevallen bent of je hebt een keizersnede gehad, onmiddellijk daarna mag je al beginnen oefenen.
Lijkt dat een gruwelijk idee? Wel, we zullen daarover zeker ook nog een blog publiceren, maar ook daarover ging mijn doctoraatsonderzoek. Natuurlijk, ik heb u er juist al uitgelegd, daarna een vaginale bevalling, maar ook vrouwen die een keizersnede hebben gehad, die hebben een lichaam dat er gehavend uitziet soms. En ook zo voelt. Je voelt je soms totaal niet in topvorm. Je hebt vaak pijnklachten in je buik of in die bekkenbodemzone. Dus het laatste waaraan je denkt is waarschijnlijk nu, oh ja, dan zal ik nog eens wat oefeningetjes beginnen doen. Dat gaat pijn doen, dat gaat lastig zijn. Nee, we kunnen u daarin geruststellen. Je gaat meer pijn ervaren of klachten ervaren, ongemakken ervaren, als je gaat rechtstaan, gaat gaan zitten of misschien zelfs tijdens plassen of stoelgang maken of zo. Maar eigenlijk tijdens een goede bekkenbodemspiercontractie, dus het opspannen van je bekkenbodemspieren en ook het goed loslaten van je bekkenbodemspieren, ga je geen pijnklachten veroorzaken. Het is net goed om van in het begin, na een bevalling al direct, te beginnen voelen naar, kan ik die spieren nog opspannen? Ben ik nog baas over mijn eigen spieren? En hoe kan ik daar terug een beetje dynamiek in krijgen? Dus vanaf de eerste dagen na de bevalling kan het goed zijn om daarmee te starten. Hoewel we daarin dus ook wel echt aanraden om expertise te zoeken. Dat je eens kan advies krijgen, feedback krijgen of dat je het juist doet. Of dat je op een goede manier je spieren bent aan het opspannen. Dat kunnen we op heel veel verschillende manieren eigenlijk onderzoeken als kinesitherapeut. Heb je er problemen over of twijfel je erover, mag je ook altijd aan je vroedvrouw informatie vragen. Die zullen zeker ook goede informatie kunnen geven en u kunnen doorverwijzen naar een kinesist in de gevallen dat dat nodig is. Net hetzelfde als bij de gynaecoloog. Voor velen van jullie zal de gynaecoloog of de huisarts misschien het eerste aanspreekpunt zijn. Ook via die mensen mag je absoluut op zoek gaan naar informatie, het daar bespreekbaar brengen. Het is niet belangrijk bij wie je start, als je maar verder bij de juiste mensen terecht kan komen. En er zijn heel veel mensen daarin gespecialiseerd die je wel verder zullen doorverwijzen. Ook als je op depelvicvloer.be gaat kijken of op Facebook gaat kijken of op Instagram gaat kijken, zal je merken dat we het echt wel proberen aanpakken als een multidisciplinair team. Het is super belangrijk voor ons om goed samen te werken met vroedvrouwen, met gynaecologen, met huisartsen. En met jullie vooral. Jullie zijn de speelfiguur. Het is de zwangere of de pasbevallen vrouw die de hoofdrol moet spelen in het verhaal en die zelf in handen mag nemen wie ze contacteert. Ik zie ondertussen een vraag binnenkomen. Ik heb na mijn derde bevalling een TOT gehad omwille van stressincontinentie. Nu, 7 jaar later, heb ik van iets anders last. Ik krijg soms heel plots aandrang en dan moet ik me haasten om op het toilet te geraken. Dank u om dat te delen. Dat is inderdaad een klacht die we drangincontinentie noemen. Soms heeft het te maken met incontinentie. Dus in eerste, misschien eventjes vertalen. Dus je hebt geschreven dat je na een derde bevalling een TOT hebt gehad. Een TOT wil eigenlijk zeggen dat er een bandje geplaatst wordt, chirurgisch een bandje geplaatst wordt onder de urinebuis, om te gaan zorgen dat je minder urineverlies hebt. Stressincontinentie is een vorm van urineverlies dat je kan hebben bijvoorbeeld bij hoesten, niezen, bij plots activiteiten beginnen doen, bij druk zetten. En zo'n bandje onder de urinebuis plaatsen is voor sommige vrouwen noodzakelijk als we merken dat er de stabiliteit van de urinebuis, dus de plasbuis naar beneden, te weinig kan opgevangen worden door oefeningen bijvoorbeeld, kan zo'n TOT nuttig zijn. Dus dat heeft deze dame gehad. En dan zegt ze, nu krijg ik soms last, nu krijg ik soms heel plots aandrang en moet ik me haasten om op het toilet te geraken. Aandrang voelen is heel belangrijk dat je goed weet wat dat wil zeggen. Als je drang voelt om te gaan plassen, onze eerste manier van werking is dat de blaas is eigenlijk een spier, mag je niet vergeten. De blaas is als een grote ballon die zich vult met pipi, maar de wanden van die ballon, de wanden van de blaas, dat is eigenlijk ook een spier. In die spier zitten receptoren die, eens dat je blaas begint gevuld te geraken, naar je hersenen doorgeven. Hallo, er zit pipi in mijn blaas. Jij merkt in je hersenen, oh, er zit pipi in mijn blaas. Daardoor ga je denken, ik moet gaan plassen, maar ik ben nu nog niet op het toilet. Dus ben je geneigd om je bekkenbodemspieren te gaan opspannen. Dat verloopt eigenlijk meestal allemaal automatisch zonder dat je erover nadenkt. Maar doordat jij je bekkenbodemspieren van onder gaat opspannen om te vermijden dat die urine eruit loopt, gaat die blaas weten, oh, het tutje van de ballon is... Dat
Dat is in een normale goede situatie. Langs de andere kant is een blaas, zoals ik al zei, een spier die best wel haar eigen willetje heeft. En in sommige gevallen merk je dat je een overactieve blaas kan krijgen. Dat die blaas sneller al begint te zeggen, ja, maar hé, ik ben hier wel echt gevuld. Ik ben dringend gevuld en ik heb hier last van. En dat die meer begint te knijpen. Dat geeft jou meer dat dranggevoel van, ik moet echt wel gaan plassen. Want als je blaas, dat ook een krachtige spier is, probeert die pipi eruit te duwen, ja, dan moet je bekkenbodem veel meer moeite doen om het eigenlijk te gaan tegenhouden. Wat je bijvoorbeeld ook kan merken, is dat zo'n overactiviteit of een overdreven prikkeling van je blaas, een overdreven dranggevoel, bijvoorbeeld iets kan te maken hebben met bepaalde dranken die je drinkt of eten dat je eet, bijvoorbeeld pikanter eten of alcohol drinken of koffie, cafeïne dranken drinken of prikkelende dranken drinken, gaat er vaak voor zorgen dat de urine een beetje agressiever is en je blaas dus iets sneller zal beginnen reageren en geïrriteerder zijn en dus beginnen samentrekken. Aan de andere kant merken we soms ook, en dat is in jouw geval denk ik wel belangrijk, dat een vrouw op het toilet haar blaas niet meer helemaal leegplast, omdat de plasbuis een stukje verstopt wordt door de druk naar beneden toe, door de anatomie, misschien door het bandje waarin iets veranderd zou zijn. Dus als je pipi, als jij op het toilet zit en je bent aan het plassen, is het ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat je je blaas rustig zelf haar ding laat doen en de pipi mooi naar buiten laat lopen. Als je pipi wilt doen, zorg altijd dat je goed gesteund zit op het toilet, je je bekkenbodemspieren volledig kan ontspannen en de blaas zich dus kan leegknijpen zodanig dat de blaas zich volledig ledigt en er geen pipi achterblijft. Want als er nog een stukje pipi achterblijft, omdat het er ofwel niet te goed uitliep, ofwel je te veel druk was aan het zitten, of niet genoeg tijd nam bijvoorbeeld, en je staat terug recht en je begint terug rond te lopen, dan is er misschien een beetje urine of pipi nog achtergebleven in je blaas, dat rapper gaat irriteren en ook weer sneller kan leiden tot een overprikkeling en activiteit van je blaas. Dus zo'n dranggevoel kan met veel dingen te maken hebben. Kan soms ook te maken hebben met een bekkenbodemspier die gewoon te gespannen worden gehouden. Heeft ook een relatie met een van de andere bekkenbodemproblemen, namelijk het feit van geconstipeerd te zijn, want onze blaas en onze darmen hebben ook een belangrijke invloed op elkaar. Dus het probleem dat je aanhaalt is een relevant probleem en ik zou het zeker een keer laten onderzoeken. Al is het gewoon om informatie te krijgen, om enkele tips te krijgen, maar contacteer je huisarts of je uroloog of je gynaecoloog of je kinesitherapeut. Gespecialiseerd in bekkenbodemkinestherapie, hier alvast eens over. En dan denk ik dat zij jou wel beter informatie zullen kunnen geven. Zijn er nog mensen die een vraag hebben? Over bekkenbodemproblemen, over bepaalde tips? Voorlopig komen er niet echt vragen boven, wat natuurlijk geen enkel probleem is. Ik kan jullie alleen opnieuw uitleggen wat de bedoeling is van de pelvic floor. Dus de pelvic floor, de Engelse verwoording van de bekkenbodem, is echt een platform dat bedoeld is waarmee dat we alle vrouwen willen bereiken. We schrijven wel vaak dat we vooral de mama's en hun entourage willen bereiken. Waarom? Net omdat we, waar ik mee begonnen ben met mijn uitleg, weten dat vrouwen tijdens een zwangerschap en na een bevalling de eerste risicofactoren beginnen krijgen op het echt ontwikkelen van bekkenbodemproblemen. Wat niet wil zeggen dat vrouwen die nooit zwanger geweest zijn of niet bevallen geweest zijn, ook problemen kunnen hebben en die ook heel welkom zijn. Iedereen is welkom op onze vloer. Op de pelvic floor proberen we dus vooral ook toe te lichten dat bekkenbodemproblemen meer zijn dan alleen urine. Dat urineverlies, heb je pipi niet goed kunnen ophouden. Er zijn heel veel andere klachten die er ook mee te maken hebben en die nog veel meer onder het taboe zitten vaak. Het is goed dat we het taboe kunnen doorbreken, maar langs de andere kant mag het ook niet genormaliseerd worden. Ik denk dat dat een heel belangrijke boodschap is. Het is in het begin, het is heel veel voorkomend. Geef jezelf ook echt de tijd als zwangere vrouw of als pasbevallen vrouw om te herstellen, om daar ruimte voor te vinden, om voor je eigen lichaam te zorgen. Maar weet dat er hulp bestaat, dat er heel veel expertise in België bestaat, die je kan consulteren. Praat er al eens over met vriendinnen. Kijk eens op de pelvic floor. Zoek de juiste doorverwijzingen.
en laat je helpen als het nodig is. Ik denk dat dat de hoofdboodschap is van de pelvic floor. Het is echt de bedoeling dat we het zoveel mogelijk kunnen verspreiden. Dus als dit bericht, als deze film jou bereikt als vrouw of zelfs als man en je bent ervan overtuigd dat dat een belangrijke boodschap is, je kan ons niet beter helpen dan de Pelvic Floor op Facebook en op Instagram liken, volgen, delen, er een post over doen. Alle dingen die voor ons als wetenschappers en medici ongewoon zijn, want ik moet zeker zeggen dat dat een stukje buiten onze comfortzone is. We zijn vaak niet gewoon om in te zetten op die marketing daar rond of campagnes daar rond, maar wij zijn wel als expertisegroep ervan overtuigd dat dit de beste manier is om vrouwen te bereiken met preventieve informatie en het echt eens beter bespreekbaar te maken. Dus als jullie ons willen helpen, steun ons, like ons, deel ons. Maak het zoveel mogelijk zichtbaar. Als jullie BV's kennen, spreek ze aan dat ze het ook delen, dat ze het ook steunen, dat ze er ook een post over doen. Want zoiets werkt gewoon, dat brengt het meer in de kijker, dat maakt het meer bespreekbaar en dat is al de eerste stap. En dan wil ik zeker nog benadrukken, ik zie geen echte volgende vragen komen, dus denk ik dat we dit consultatieuurtje gaan afronden. Ik wil dat benadrukken, dat ik hier zeker niet zit te spreken voor mij alleen. We worden vanuit de Pelvic Floor gesteund met een enorm tof multidisciplinair team. Dus dat wil zeggen, allemaal mensen vanuit hun professionalisme die ermee achter staan. Een heel team van vroedvrouwen, gynaecologen, ook huisartsen proberen we verder te bereiken. Die moeten we nog een beetje meer betrekken misschien. Maar de gynaecologen, de urologen, zelfs chirurgen die inderdaad in die volgende instantie, de abdominale chirurgen, die bij vrouwen die echt problemen en chirurgie nodig hebben, hebben we gynaecologische chirurgen, urologische chirurgen, abdominale chirurgen. Allerlei gezondheidsmedewerkers, artsen en disciplines zitten mee in ons team, staan er mee achter. Ook seksuologen, ook psychologen proberen we te consulteren, proberen we te betrekken. En zeker dus ons eigen initiatief, het team dat er echt letterlijk achter zit, dat kan je wel gaan bekijken ook op de Pelvic Floor. Maar moet ik zeker ook een dankwoord hier naar zeggen op deze Facebook Live. Dat is Yves Jacquemin, het dienstoofd van gynaecologie. In het UZA en aan de UA, dat is Stefan de Wachter, dienstoofd urologie en urologische revalidatie. Van het UZA en, de Universiteit Antwerpen. Dat is de decaan van de faculteit geneeskunde, Guy Hubus, en dienstoofd van de abdominale chirurgie. Dat is Alexandra Vermandel, professor Alexandra Vermandel in de bekkenbodemkinesietherapie. Die is coördinator van de bekkenbodemkinesietherapeuten. En professor Heiko de Schepper. Die gastroenterologisch en coördinator is van de Kleinbekkenkliniek in het UZA en ook aan de Universiteit van Antwerpen. Het zijn allemaal grote namen, dus wees gerust, ik zit het hier niet in mijn eentje uit mijn duim te zagen. We zijn met een groot team experten, maar we willen het zeker niet naar ons toe trekken. Het is belangrijk om informatie zoveel mogelijk te delen, met zoveel mogelijk medewerkers samen te werken, door te verwijzen. Dus de Pelvic Floor is een platform om verder door te verwijzen, verder informatie te geven en jullie te sturen naar de juiste mensen. En dat hopen we dat we deze boodschap duidelijk gebracht hebben en dat we jullie daartoe nu overtuigd hebben. Als jullie ons willen contacteren, voel u zeker welgekomen. De Pelvic Floor, welkom op de vloer. Alle contactgegevens vindt u daar ook. En dan last but not least wil ik natuurlijk al de luisteraars die de tijd nemen om dit te beluisteren bedanken voor jullie aandacht. En natuurlijk ook het expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel. Bedankt voor deze kans, bedankt voor deze spreekbuis. Ik denk dat we als vrouw allemaal mee kunnen ons steentje bijdragen in onze doelstellingen inderdaad. Het meer bespreekbaar maken, het taboe doorbreken, zorgen dat we vrouwen bekrachtigen, empoweren om voor hun eigen lichaam te kunnen zorgen. En vooral die kennis delen, informatie delen, verhalen delen. De Pelvic Floor, welkom op de vloer. En nogmaals bedankt voor deze mogelijkheid. Dag!